wel, zeg maar, ik heb altijd wel ideeën en ik heb echt nog wel zoveel losse plannen overal liggen en zo. Er is niet altijd tijd voor, maar ik denk als ik me ervoor openstel dat er wel altijd inspiratie is. Of tenminste altijd wel een drang om te maken. Ik ben Mabel Blokzijl, ik ben 17 jaar oud, ik teken, ik schilder en soms schrijf ik ook. Schilderen is voor mij meer dat ik het op lange termijn, ik weet dat ik er op lange termijn mee bezig ben, dat ik echt ergens aan commit, dat ik daarmee bezig ga en dat het hoeft voor mij ook echt niet snel af op die manier. Dus dat is echt voor grotere projecten ook, of als ik echt wil oefenen met het schilderen. Nou ja, toen we zeg maar op de middelbare school kwamen, toen waren we in mijn handvaardigheid waren we veel meer bezig met dat je ook mocht schilderen, zeg maar. Dus dan hadden we gouache en allemaal dat soort dingen en gewoon acryl ook. Dus daar begon het op school een beetje, maar ik vond dat toen wel heel leuk, maar thuis deed ik het nog niet echt, want ik had niet heel erg de materialen. En vroeger was ik wel altijd bezig met, weet je, met waterverf en zo, maar niet echt. En op een gegeven moment in de derde ben ik volgens mij, heb ik toen mijn olieverf set gekocht. En toen ben ik echt daarmee begonnen. En dat vond ik toen echt zo leuk. Ik had echt het gevoel van, oh, ik heb echt iets nieuws ontdekt. En daar ben ik echt nooit meer van afgestapt eigenlijk. Dus in het derde ben ik begonnen met echt dat realistisch schilderen wat ik nu doe. En dat vind ik nog steeds gewoon zo leuk. Gewoon die verf fascineert me nog heel erg. En dat tekenen is meer een hele snelle uiting en dat moet ook heel snel klaar zijn. Meestal schets ik dat ook niet. Dat gaat meteen met fineliner op papier en dan staat het er gewoon. En ik denk daar ook niet veel over na, dat komt er gewoon uit. Dus dat is veel spontaner en het komt allebei uit een plek van emotie. Maar dat tekenen is veel simpeler, want dat gaat veel makkelijker. Dat is veel meer van hier is het en daar ligt het. En dat schilderen, dat kan echt maanden duren. Want olieverf, dat droogt dus wel langzaam en dat vind ik heel fijn, want je kan er dus, je kan het in principe een dagje laten liggen en dan kan je het wel weer oppakken. Dan doe je mij niet wat aan met wat olie of zo en dan kom ik er wel weer. Maar ik gebruik dus voor dat tekenen gebruik ik echt fineliners en dat is gewoon meteen klaar. Dus ook als het fout is gaan, zie je meteen dat het niet goed is en als het wel goed is gaan, zie je dat ook meteen. Ik haal heel veel inspiratie uit mijn eigen emoties, maar dat is ook de wereld om mij heen. En ook andere mensen. Ik vind andere mensen vind ik heel interessant. Ik kan bijvoorbeeld echt heel bijzonder vinden hoe iemand bijvoorbeeld op een bepaalde manier zijn vingers beweegt. Of dat soort knullige dingetjes. Maar dat vind ik dan, soms dan blijft iets hangen bij mij en dan schrijf ik het vaak op. En dan maak ik er of een gedichtje over of ik gewoon een klein tekeningetje. Dus mensen beïnvloeden mij heel veel, maar ook gewoon soms dan zie je zoiets kleins of iets doms of zo en dan blijft het hangen en dan ga ik daar iets mee doen. Het verschilt. Ik heb bijvoorbeeld het project over mijn vader gedaan en dat ging heel erg over, dat was echt een combi, dat ging heel erg over mijn rouwproces, maar dat ging ook, zeg maar, ik heb die dag toen waar ik het op heb gepresenteerd, heb ik het er met heel veel mensen over gehad. En ik doe het dan ook voor hun. Van maak het bespreekbaar. Laten we erover praten. Laten we het niet wegstoppen. Dus dat is een combinatie van buitenwereld en binnenwereld. En die tekening, dat is voor mij echt heel snel van, zo voel ik me. En ik moet er even van af. En daar is het. En daar ligt het. En daar hoef ik er niks meer mee. Want dan staat het op papier en dan kan ik weglopen.
weer terug te komen op het project bijvoorbeeld van mijn vader. Dat ging echt, nou, hij was overleden en ik heb er heel veel schilderijen over gemaakt en een hele huiskamersetting eromheen gemaakt. En dat doe ik voor mezelf, voor mijn eigen rouwproces. Maar ik zou bijvoorbeeld die huiskamersetting zou ik nooit hebben gemaakt alleen voor mezelf, want ik heb mijn eigen huiskamer. Maar dat is puur voor andere mensen om het beeld over te brengen van zo is het om iemand te verliezen. En zo gaan we erover praten met z'n twee. En dat kan en dat mag. En je mag huilen en je mag dit, je mag dat. En ik wil dat echt heel, daar wil ik er echt iets mee overbrengen. Maar de schilderijen zelf maak ik deels voor mezelf. Maar ik denk als het niet was gepresenteerd, had ik denk ik niet 3 schilderijen gemaakt. Dan had ik het gelaten bij misschien 1 of 2. Dan had ik de fotocollage wel gedaan en het gedicht ook. Maar ik denk, sommige dingen wil ik gewoon meer om het een compleet beeld te maken. Zodat ik het naar de ander kan overbrengen en dat we daar een gesprek over kunnen hebben. Ik vind het mooiste als je iemand op een bepaalde manier raakt. Dus als mensen echt iets hebben van, oh wow, dit is, zo kan het ook. En zo ervaar jij het dus blijkbaar. En dat mensen ook, als jij iets deelt van jezelf, hebben de mensen vaak ook het gevoel dat ze iets bij jou kunnen delen. En dat vind ik heel waardevol, het gevoel dat men, ja, ik wil graag dat mensen het gevoel geven dat ze er mogen zijn in hun totaliteit. En dat vind ik het heel mooi om te zien als ik iets geef en iets van het ander terugkrijg. Op korte termijn te betrekken. Ik zit nu in VWO 6. Ik zou heel graag naar een kunstacademie willen. Dus daar ben ik nu veel mee bezig. In mijn achterhoofd. En op lange termijn zou ik echt heel graag weer tentoonstellingen gaan doen. En dan ja, weer om mensen wat te ontroeren of iets te raken. Mag dat positief of negatief zijn. Daar wil ik heel graag heen. Omdat ik het tot nu toe ben ik altijd teruggevallen op de kunst, zeg maar. Het gaat bij mij soms wel in periodes, omdat ik het soms heb ik het heel erg druk. En als ik het heel erg druk heb, dan is het eerst wat wegvalt dingen die ik leuk vind. En daar valt kunst ook onder. Maar ik merk dat ik daar heel ongelukkig van word. Dus dan, als het op een gegeven moment weer een beetje zo gaat, dan grijp ik heel snel naar de kunst. En dat gaat echt eigenlijk automatisch, omdat het is voor mij echt een, zeg maar, een manier om dingen te verwerken en door dingen heen te komen. En over sommige dingen wil ik gewoon niet praten. En dan is het makkelijker om het eventjes neer te zetten of neer te schrijven of te tekenen of wat dan ook. En ik heb het altijd gedaan. Dus ik zie het gewoon niet voor me dat ik er ooit mee zou stoppen. Want ik denk dat ik echt dood ongelukkig zou worden. En dat ik niet zou weten hoe ik met bepaalde dingen om zou moeten gaan.